Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag weer een intro zonder make-up, want ja, dit gezicht gaat er niet beter op worden aan het einde van de video ofzo. Zoals je kunt zien in de titel, dit is de Reverse Make-up Challenge. Dat betekent dat ik me ga opmaken, maar echt helemaal omgekeerd. Dus wat ik als laatste normaal zou doen, doe ik als eerste. En wat ik als eerste zou doen, zou ik als laatste doen. Dus je kunt wel een beetje bedenken wat voor een puinhoop dit gaat worden. Maar ik ga het gewoon doen, want het is gewoon voor de lol. En het is gewoon echt grappig om te doen en om te kijken hoe het eruit gaat zien. Ik plaats natuurlijk weer in de beschrijving hier beneden wat ik allemaal heb gebruikt. Vergeet ook vooral alvast niet te liken en... Wat zeg ik nou? Ik zeg gewoon om niet te liken. Oh my god. Ik bedoel, vergeet niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van al mijn video's. En dan gaan we gewoon snel beginnen met de video. Want het is nu al een puinhoop. Nou, het is hier een beetje rood. Want ik heb net mijn wenkbrauw geharst. Dus dat gaan we hopelijk bedekken. Met deze geweldige make-up look die we vandaag gaan maken. Nou, wat ik normaal als laatste doe is setting spray. Dus dat gaan we nog als eerste doen. Ik ga mijn NYX Dewy setting spray gebruiken. Nou, ik weet niet precies wat ik nou zet. Ik ben mijn gezicht gewoon aan het zetten. Ik ben mijn huid gewoon aan het zetten. Even een beetje drogen. Dan lipstick. Even kijken. Normaal is het eerst lip liner en dan lipstick. Maar nu is het eerst lipstick en dan lip liner. Ik ga deze NYX Extra Creamy Lipstick gebruiken. Dit is de kleur 565. Die ga ik gewoon opdoen. En dan met de NYX Lip Liner in de kleur Mauve. Deze twee heb ik ook echt als een koppel gekocht. Ja, gecreëerd. Ik vond deze heel goed passen bij deze. Een lip liner pas doen na de lipstick kan op zich gewoon, dus het ziet er niet per se heel raar uit. Dus tot nu toe gaat het allemaal helemaal prima. Ik moet nog steeds echt nadenken wat het dan is wat ik dan hiervoor altijd deed. Highlighter. Ik gebruik mijn Anastasia Sun Dipped Glow Kit en ik gebruik de kleur Summer. Nou is het wel een mooie natural glow aangezien ik geen make-up op heb. Kunnen we ook weer zien hoe dat eruit ziet. Ik doe het ook altijd op mijn neus. En bij mijn voorhoofd. Nou, kijk dan wat een gloedje. Het is echt best moeilijk om na te denken in welke volgorde ik altijd alles doe en wat ik dan als laatste deed. Ik ga gewoon even een video van mezelf bekijken en dan kijken welke volgorde ik het doe. Nou, dan pak ik mijn Beauty Bakery setting poeder. En daarmee maak ik altijd hier een lijn om dan mijn blush en contour strak te maken. Maar ik heb nou nog geen blush en contour, dus ik zet het nou gewoon voor de lol. En dan haal ik het er gewoon weer vanaf. Dit is echt make-up verspilling. Dan komt bronzer. Ik gebruik vandaag mijn Wet n Wild Color Icon bronzer. Dit is de kleur Bikini Contest. En dan ga ik gewoon mijn gezicht bronzen zoals ik normaal ook zou doen. Nou, ik ben lekker gebronst. Ik vind het er op zich nog best oké uitzien. Ik vind gewoon die highlighter een beetje raar. Als blush gebruik ik mijn Milani Baked Blush in de kleur Berry Amour. Oh shit. Ik doe altijd eerst blush en dan pas bronzer. Ik had dus eerst blush moeten doen en dan pas bronzer. Maar ja, ik heb het nou al gedaan. Ik ga gewoon even door. Oké, nou dan ga ik door met mijn ogen. Wat ik altijd als laatste doe is wimpers. Dus wat ik nou als eerste ga doen is wimpers. Ik ga de A14 van de AliExpress gebruiken. Nou, normaal doe ik eerst mascara op en zo, maar dat kan nou dus allemaal niet. Ik moet nou echt gewoon eerst de wimpers doen en dan nog de oogschaduwen. Nou, hoe vinden jullie het gaan tot nu toe? Ik lijk een beetje op een clown zo, voor die wenkbrauwen. Ik ben echt blij als ik mijn wenkbrauwen kan doen. Nou, de wimpers zitten erop. Weet je die domme grap die mannen altijd maken? Oh, je wimpers zijn zo lang, kun je ermee wegvliegen? Nou, dat is echt zo'n opmerking waar ik nu aan moet denken. Want ik heb gewoon mijn meest extreme, niet de meest extreme. Ik heb gewoon hele extreme wimpers gepakt, omdat ik dat altijd doe. Dus bij deze look ook gewoon. En ja, mijn echte wimpers plakken er nou helemaal niet aan vast, omdat ik geen mascara op heb, niks. Maar ja. Maar daar gaat er nou verandering in komen, want dit is de mascara van de Kiko van de Arctic Collectie. En dan ga ik alsnog mascara eronder doen. En ook op mijn onderste wimpers. Dit ziet er nou zo raar uit. Ik doe nooit nep wimpers op zonder eyeliner. Al is het maar een heel klein zwart dun streepje eyeliner. Ik doe het altijd met eyeliner. Ik lijk echt op een clown. Oh. Nou, dan komt er nu pas eyeliner. Ik moet dus hier tussendoor eyeliner gaan opdoen. Met mijn Catrice Dating Joe Black Eyeliner. En ik ga ook gewoon een wing forceren. Ik ga dat gewoon doen. Ik heb scheid. Ik heb scheid aan de overheid. Grappig. Wat een mes. Ik zie helemaal niet wat ik doe. Ik ben ook gewoon echt oprecht mijn best aan het doen, hè. Nou, dit is toch best oké. Nou, het andere oog. Nou komt er allemaal eyeliner in mijn wimpers.
Nou, dit is dus de reden dat je altijd eerst eyeliner moet doen en dan pas wimpers, want ik zie nog een rol. Nou, dit is toch nog best oké. Okay. We gaan door met oogschaduw. Ik gebruik mijn Zoeva Cacao Blend Palette. Normaal pak ik eerst de matte kleuren voor in mijn arcadeboog, zodat alles mooi inblendt. En dan pas de glitterkleur op mijn ooglid. Vandaag natuurlijk andersom. Ik ga eerst de glitterkleur op mijn ooglid aanbrengen. Ik pak dus deze gouden kleur. En die doe ik gewoon op mijn hele ooglid. En ik probeer niet op de eyeliner te gaan. Wat heel moeilijk is. Maar het lukt wel. Nou, ook bij dit oog. Dit oogschaduwpaletje trouwens is echt de shit. Deze gouden kleur heb ik al zo vaak gebruikt. Je kunt het ook echt zien. Die is echt mooi. Als je gewoon een fatsoenlijke ooglook wilt zien met dit oogschaduwpaletje, klik even hier. Want ik heb mijn verjaardagslook ermee gemaakt. Mocht je die nog niet hebben gezien. Nou, dan pak ik nou deze kleur om het allemaal te blenden. Dan pak ik deze kleur om het nog wat donkerder te maken. Nou, dan onder ook natuurlijk nog. Dat ga ik nou ook doen na de mascara. En ik pak deze kleur voor onder mijn oog. Dit is echt een mes. Nou, ik zie hier dat er een beetje strepen zijn. Dit is dus omdat ik mijn wenkbrauw heb geharst. Ik heb de harst er niet goed afgehaald. En nu blijft de oogschaduw erop plakken. Dus ik ben blij dat ik geen serieuze make-up look aan het filmen ben. Anders komt het weer opnieuw. Nou, de ooglook is af. Nou moet ik dus iets best wel heftigs gaan doen. Ik weet niet of ik dit kan. Maar ik moet nou oogschaduwprimer op mijn oogschaduw gaan doen. Ik doe altijd oogschaduwprimer onder mijn oogschaduw en dan blijft die beter zitten. Dit is dus het moment dat het allemaal misging. Nou, ik pak mijn LA Girl Pro Primer. Dit is een oogschaduwprimer. En die doe ik gewoon zo op mijn oog als hoe ik het normaal zou doen. En dan blend ik het gewoon zo op mijn hele oog, net als hoe ik normaal zou doen. Nou, ik had me net zo mooi opgemaakt. Het zag er net allemaal zo mooi uit. En dan moet ik het helemaal verpesten. Wat vinden jullie ervan? Ik vind het wel mooi. Nou, dan ga ik nou even baken. Er valt niks te baken, maar oké. Dus ik ga gewoon mijn concealer en foundation die er niet onder zit, zetten. Zodat het allemaal wat beter blijft zitten. Zo. Beetje op mijn neus. Want die heb ik al gecontoured, dus nou ben ik dan nog mooi extra mooi aan het maken natuurlijk. Nou kan het weer af. Ik moet zeggen dat het er in het echt nog erger uitziet dan op camera. En op camera is het al best heftig. Dan pak ik nou deze kleur van mijn NYX Contour Kit en daarmee ga ik mijn neus contouren. Want dat doe ik ook gewoon altijd. Nou, een beetje de harde lijnen uitblenden, want ja, je wil niet dat deze neuscontour nou deze mooie make-up look verpest. Nou, dan is het nu tijd om de look verder te verpesten en we gaan concealer op doen. Ik gebruik mijn Make-up Revolution Concealer in de kleur C5. Oh, je gaat echt nu zien waarom je dus nooit cream moet doen op poeder. Dit gaat echt cakey as F worden. Ik gebruik deze concealer gewoon zo vaak. Ik heb hem echt pas net en hij is gewoon alweer bijna op. Natuurlijk even inblenden. Oh, je kunt het nou echt bijna niet blenden omdat het dus allemaal poeder onder zit. Echt, ik heb echt problemen met blenden, ik zweer het. Wauw, ik had niet verwacht dat ik zoveel problemen zou krijgen met blenden. Ik had meer gewoon verwacht dat het er gewoon niet mooi uit zou zien. Het ziet er ook niet mooi uit, maar ik had niet echt problemen verwacht met echt blenden. Maar dat is dus wel. We gaan weer contouren, maar nou gewoon mijn gezicht. Ik contour altijd alleen bij mijn wangen, dus nou ook gewoon. En dan is het nou tijd voor foundation. Ik ga mijn Kiko 2-in-1 foundation gebruiken in de kleur WB60. En die gaat nou gewoon overal overheen. Oh, wat erg. Het is in principe wel een full dekking foundation. Dus het zou in principe alles moeten bedekken. Maar ik heb dus al net gezien hoe moeilijk de concealer blenden. Dus ja, ik ben benieuwd. Misschien dat dit het juist allemaal straks helemaal beter maakt. Omdat het dan alles gewoon bedekt. Of zo. Ik probeer het nog goed te praten. Nou, normaal moet ik altijd hier opletten voor mijn wenkbrauwen. Maar ja, die heb ik nou toch niet gedaan. Dus hè, er is één voordeel. Nou hoef ik daar niet op te letten. Oh, dit is cakey, jongens. Mijn gezicht is echt heel vies. Het is echt zo'n vieze plamuurlaag. Oh my god. Nou, de foundation zit erop. Het heeft wel echt gedekt. Dus het is echt een full dekking. Dan is het nu tijd voor primer. Ik gebruik mijn Hydra Pro Glow Primer. Ja, die doe ik normaal gewoon als eerste. Dit is dus een hele dewy primer. En die doe ik altijd met mijn handen. Dus mijn handen gaan nog echt vies worden. Dit is vies. Jullie gaan niet eens begrijpen hoe vies dit voelt. Oh my god.
Ik smeer nou ook mijn foundation helemaal eraf of zo. Ik zweer het, in het echt is het echt nog erger. Op beeld is het al erg, maar in het echt is het gewoon nog erger. Even snel mijn handen schoonmaken. Oh, wat is dit een bende. Waarom doe ik dit? Echt jongen. En als allerlaatst, dus wat ik normaal als allereerste doe, normaal als allerlaatst, dat is wenkbrauwen. Ik gebruik maar niks een brow pencil. Maar ja, niet dat het nog de look gaat redden of zo, maar hè. We moeten het wel afmaken. Als je ergens aan begint, moet het wel afmaken. En dan ga ik met concealer nog wat strakker maken. Om het natuurlijk helemaal mooi te maken. Want deze make-up look is ook mooi, dus we moeten het wel mooi houden. En dan nog wel BB Cosmetics Brow Gel. En dan zijn we wenkbrauw ook gewoon af, hè. Dan maak ik altijd helemaal eronder gaan. Nou, dit was dan de make-up look van vandaag. Ik hoop dat jullie hier iets van hebben geleerd. Maak vooral de look na. Het is ideaal voor feestjes of voor alledaags. Je kunt gewoon doen wat je zelf wilt. Nou, dit was het dan. Nou hebben we ook weer gezien wat er gebeurt als je je omgekeerd opmaakt. Het is wel grappig om gewoon een keer te zien hoe dit eruit ziet. En ja, ik zal het nu nog een keer doen en ik kan niet wachten om het eraf te halen. Dus ik ga deze video maar snel afsluiten. En dan hoop ik jullie gewoon weer snel te zien bij mijn volgende video. Doei!